Vrienden, eindelijk eens een keer een woord in het Hollands. Ik schrijf meestal in het Engels, ik spreek in het Engels in verschillende delen van de wereld. En soms zijn de Nederlanders een beetje geïrriteerd dat het nooit in hun taal bij hun komt. Nu heb ik de mogelijkheid om dat wel te doen. Om u een riem onder het hart te binden. Want als er één ding duidelijk is, ook met deze corona-epidemie, is dat we in het eind der tijden gekomen zijn. Jezus spreekt erover in alle evangeliën. En daarover wil ik het hebben. De Heer die zegt, er zullen aardbevingen zijn. En dat zie je al overal gebeuren. Oorlogen, geruchten van oorlogen en epidemieën. En dan zegt hij erbij, dit is maar het begin der weeën. Als ik soms de mensen hoor praten over coronas, ja, nou komt de Heer heel spoedig en toch zal er een grote opwekking zijn, dan is dat niet wat de Heer zegt. De Heer werd gevraagd. Zullen er velen zijn die behouden worden? En dan zegt hij, strijd om in te gaan door de enge poort. Het is een enge poort. Ieder die met de Heer wil leven en met de Heer geleefd heeft, die weet dat je soms moet vechten tegen die zonde of die grijp van de boze die probeert ook jou van je eerste liefde en van je leven met de Heer af te pakken. En dan is het niet voor niks dat de Heer zegt, gij hebt niet ten bloede toe weerstand geboden. In uw strijd tegen de zonde. Het is niet zo makkelijk. Het is een enge poort. Jezus is eerlijk met ons. Maar willen we het horen? Strijd om in te gaan. Door de enge poort die ten leven leidt. Velen zullen trachten in te gaan door de enge poort en het niet kunnen. En dit wat we nu zien, hoe de hele wereld geschud wordt door de corona, is alleen nog maar het begin der weeën. De Bijbel zegt, de Heer heeft een dag van toorn voor de controverse van Sion. Toen ik nog te prediken was bij het lege graf, toen liet de Heer me zien, om deze tijd te verstaan, moet je kijken naar wat Jeremia zegt in Jeremia 30. Als Israël terugkomt, en we zien Israël terugkomen, de staat van Israël is herboren in 1948. Joden zijn van ongeveer 100 verschillende landen teruggekomen. En wat zegt Jeremia? Als de Heere Jacob of Israël terugbrengt, zo ik voorgoed een einde maak aan alle volken, ik zal niet een einde maken aan Israël. Israël zal het meest veilige land zijn in de tijd van de wederkomst van de Heer. Of net daarvoor. Dat wordt niet gepredikt. Wat er gepredikt wordt vaak, is dat Israël terugkomt en dan nog Gog en Magog en een vreselijke verdrukking. 2/3 van de Joden zullen er gaan en wij worden lekker opgenomen. Dat is niet Bijbels. Wat de Bijbel zegt, is in Ezekiel 37 staat het zo duidelijk. Ik zal been tot been en spier tot spier. Ik zal die schreeuw van dat Joodse volk in 37. Het is met ons gedaan. Want de profeet ziet een dal van doodsbeenderen. Ze zijn uit de holocaust teruggekomen. En ze hebben geroepen, het is met ons gedaan. En de Heer zegt, ik zal uw graven openen en u terugbrengen naar uw land. En dan staat er, profeteer, zoon des mensen. Dat de Heilige Geest, die eens viel op 120 Joden, zal vallen op dit hele volk. En ze zullen staan als een leeg. Wij zijn op dit moment, net voor
De geestelijke herstel van Israël. Het lichamelijke herstel hebben we gezien. Israël heeft het sterkste leger na Amerika in de hele wereld. Minder dan 50 jaar na de Holocaust mogen ze een gespierde natie zijn. Maar, staat er in Ezekiel 37, ik zag nog geen geest. We moeten eerlijk zijn. Tel Aviv is niet een geestelijke stad. Het heeft zich geopend voor allerlei heidense praktijken. Maar de Heer die zegt, ik zal mijn geest uitstorten op mijn volk. En een nieuw hart, ik zal hun harten snijden. En te 10 dagen, zegt Jeremia, zal niet één Israëliër tot een andere zee zeggen, ken de Heer. Want ze zullen mij alle kennen. En dat gaat er gebeuren. En dat maakt dan ook dat de profetie van Zacharias in vervulling zal gaan. Dat 10, een overblijfsel, mensen die zich heiligen zoals wij nu praten, die smalle weg zeggen, Heer, ik wil me vasthouden. Ik wil u vasthouden. Ik wil de zonde uit mijn leven bannen. Ik wil niet meer staan. Ik wil bij die weide geboren. Daar gaat het om. Maar die 10 die zich geheiligd hebben, die voelen zich niet meer prettig in een wereld die zegt alles mag en alles kan. En dan staat er in de Bijbel 10 uit iedere natie. Dat overblijfsel van geheiligden zullen de slip van een Judese man vasthouden. En zeggen, wij gaan met u mee. Niet wij bidden voor u, terwijl we wachten op de opname. Nee, wij gaan met u mee. Ik zie duizenden gelovigen hier komen. En ik merk het ook, ik heb vrienden, broeders, christenen, die hun kinderen zoals wij naar het leger hebben laten gaan. Een voorspel van wat er straks met duizenden gebeurt. 10, zegt het woord God, van elke natie. En ik ben over de hele wereld geweest. Ik ben in China geweest. Ik ben in Afrika geweest. In verschillende landen. En ik heb overal, ook in China, die 10 gevonden. Die zo van de koning van Israël, Jezus, houden, dat ze hetzelfde hart naar Israël hebben als Jezus. En dat ze bereid zijn op Gods tijd. Het is het veiligste land in de grote verdrukking die komt. Ja, de grote verdrukking komt op de naties. Als mijn licht opgaat over Israël, zegt Gods woord. Over Zion zal duisternis de aarde bedekken en de naties. Het is net andersom. Israël zal het fijnste land zijn. En 10 uit iedere natie zullen dat beseffen. Want het Bijbelwoord zegt, ze zullen komen en de slip van een Judese man vasthouden of vastpakken en zeggen, we hebben gehoord dat God met u is. De Heer heeft het me zo duidelijk laten zeggen. Op het loofhuttefeest komt de vroege en de late regen. De dubbeldeel van Gods geest. Wat er in Pinkster gebeurde. 120 Joden vervuld van de Heilige Geest. Die over de hele wereld zijn gegaan. En de heidenen hebben gezegd. Jullie kunnen Israëliet. Kind van Abraham. Door jullie geloof in Jezus worden. Nu is het net andersom. Jezus profeteerde verwoesting over Jeruzalem. Geen steen zou op de ander blijven. Nu profeteert de Heer. Ik zal met alle naties waar u verstrooid was, voorgoed afrekenen. De Bijbel durft zelf te zeggen, de mensen die over zullen blijven, zullen zeldzamer zijn dan fijn goud. De epidemie, corona, is alleen het begin der wegen. God schudt
deze wereld. Die hem al lang vaarwel heeft gezegd. En niets meer van hem wil weten. 90% van de jeugd in Amerika wil niet meer geloven. We mogen allemaal één zijn. We mogen homofiel zijn. We mogen onze eigen kinderen vermoorden in onze buik. Baas eigen buik. Daar is allemaal verdraagzaamheid voor. Maar de Heer zegt: gij die van mij houdt, zal door alle gehaat worden. Ik was zo verbaasd dat in de lijn van de opsomming van de mensen die in de hel, in de poel van vuur komen, de immorelen, de occultisten, de homofielen en alles, dat het eerste wat er staat is, de lafaards. Toen ik hoorde iemand zeggen in Amerika, die werd gevraagd, hoe komt het dat in Amerika de steden in brand gaan? Dat de rebellie zo groot is dat ze haten een man, Donald Trump, die de meest pro-christelijke en meest pro-Israël president is in de geschiedenis van Israël. Hoe komt het dat iedereen me haat? Ook in Nederland. En toen zei hij, er was de attorney general, omdat ze lafaards zijn. En toen las ik dat in Openbaring 21. En in de poel van vuur zullen ze zijn en de eerste die genoemd was zijn de lafaards. Is dat niet precies waarom die agressieve, rebelse, nieuwe generatie, die niks meer wil weten van God op gebod, dat die zoveel vrijheid heeft, omdat de mensen die hadden kunnen spreken, lafaards zijn. Is het niet zo? Jezus zei, meen niet dat ik vrede ben komen brengen. Wonderlijk voor Jezus, de vredevorst dat te zeggen. Want van nu af aan zullen er tweeën in één gezin tegen drie zijn. En drie tegen twee. Ik weet nog wel iemand die zei, ik kan eigenlijk met mijn kinderen niet meer over de Israël en deze dingen spreken. Ze rennen het huis uit en ze slaan de deur dicht. En ze zeggen, man, schuif met je gedoe over Israël. Hoeveel mensen vandaag in Amerika en in Europa houden hun mond wanneer ze zouden moeten spreken. Wie spreekt er? De mensen die niet zouden mogen spreken. Gij zult door allen, dat is Jezus, zijn woord. Gij zult door allen gehaat worden om mijns wil. Je ziet het gebeuren. Iedereen is welkom in deze nieuwe wereld die de New Age en vele andere linkse theorieën en filosofieën aan het voorbereiden is. We zijn allemaal één. Maar Israël en degene die in Jezus als Heer en Koning van Israël geloven en die bij Israël horen, we zijn ingeënt in de stam van Israël, zullen gehaat worden. Maar ik heb goed nieuws. Gog en Magog komt. En wat staat er in de Bijbel? Ze komen met Gog en Magog en Togarmah, waarschijnlijk Turkije, Perzië. Geen Arabische land wordt meer genoemd. En er staat dan bij Israël, op dat moment leeft in vrede met hun naburen. Dat gebeurt er nu. Israël maakt vrede met de Arabieren, met haar halfbroeders. En wij, als zaad van Abraham uit de heidenen, 10 uit iedere natie, mogen daarbij horen. En wat gebeurt er?
Gog en Magog wordt volledig verslagen. Niet alleen dat de Heer, wat ik soms christenen hoor zeggen, zegt, oh, arme Israël, Gog en Magog. Nee, de Heer zegt, kom, ik sla een haakje in, want ik wil dat je komt. En ik zal je vernietigen op de bergen van Israël. En dus zal de Israëliërs 7 maanden duren. Of nemen. Om de doden niet van hunzelf, maar van Gog en Magog te praten. Israël wint die oorlog geweldig, maar aan hetzelfde kant staat er dan ook: ik zal vuur werpen op de kustlanden die in gerustheid wonen op Gog en Magog. Dus het is een soort wereldoorlog. Maar het gevaar komt niet naar Israël. Israël is het veiligste land. Wij gaan niet dikke dakken met de Heer in de hemel. De 7 jaar, zoals zo gepredikt door de 80% van de predikers. Israël weer opnieuw door de verdrukking gaat. Nee, dat zegt niet de Bijbel. De Bijbel zegt, troost, troost mijn volk. Roept hem toe dat hun lijdenstijd voorbij is. Dat ze dubbel geleden hebben. 2 keer hebben ze 2/3 verloren. In de tijd van Titus, toen hij de stad verwoestte. En de enkele Joden die nog vluchtten in Massada gingen ook dood door zelfmoord. En de rest werd verspreid over de hele wereld. En aan het eind van die verspreiding kwam een Hitler, Adolf Hitler, die 2/3 van de Europese Joden heeft vergast. Dus het is precies waar zoals de Bijbel zegt. Troost, troost. Dat voel ik ook. Als ik met de Israëliërs spreek, gaat hun hart open omdat ik niet zeg, oh, 2/3 zal er stil nog verwoest worden. Nee, ze hebben iedere oorlog gewonnen. De bevrijdingsoorlog van 1948. De laatste oorlog in Libanon. De Zesdaagse oorlog, 6 dagen hebben ze 4, 5 Arabische landen overwonnen. Gods hand is nu al, terwijl ze nog niet door de Heilige Geest aangeraakt zijn met dit volk. En wij mogen troosten. Wij gaan niet naar de hemel toe om met de Heer, de koning van Israël, 7 jaar feest te vieren, terwijl zij, zoals er dan gepreekt wordt, nog eens een keertje voor de 3e keer door een 2/3 gaan. Dat zegt de Bijbel niet. God zij dank. Ik heb genoeg liefde voor de Joden. En ik ken er zoveel. We zijn vriend met de premier. Ik ken mensen van het kabinet. We hebben geweldige contacten. En ze gaan open als bloemen. Voor de zon. Als je met die troost naar de toekomst zegt. Nu komt het grootste moment. Ezechiël zegt, ik zal het volk terugbrengen. Vanuit dat dal van doodsbeenderen. Waar ze riepen, zoals de Joden die nog thuis konden komen. 1 uit ieder familie, misschien van 1 of 2 uit de familie van 70 die vergast werd. En die zeiden, terugkomend in een huis waar er geen moeder, geen vader, geen opa meer was. Het is met ons gedaan. Onze hoop is vervlogen. Ezechiël 37. En de Heer zegt nee. Ik zal je graven openen en je terugbrengen. En ik zal profiteren tot de wind die eens viel op jullie. Op Pinksteren. En er was een machtige wind staan. En ze werden allen vervuld van de Heilige Geest. Dat was alleen maar een voorspel. Op wat ik op het loofhuttefeest zal doen. De volheid van Gods Geest uit te storten. En we weten, Ellen en ik, dat dit gaat gebeuren. En deze keer is niet 120 Joden. Gans Israël zal behouden worden. Na de lichamelijke herstel komt het geestelijke herstel. Maar in de mond van vele predikers is
na het lichamelijk herstel, volgens 2/3 wordt er afgesloten. Dat is een foute leer. Dan kan je ook niet meer naar het Loofhuttenfeest komen. En wat staat er dan? Omdat de Heer een dag van toorn heeft tot de naties die niet Israël willen dienen. Daar staat de natie, Jesaja 60 vers 12. De natie die u niet zou willen dienen, zal verwoest worden. Dat staat er nog bij. Ja, volledig verwoest. Dat staat te gebeuren met de naties die nu onder de dwang van de wereld, die eigenlijk Israël niet wil omarmen als deel van wat er komt. Een eenheidswereld. En Israël zegt, nee, wij willen Israëli's blijven. En de gelovige zegt, wij zijn samen met Israël. En gij zult gehaat worden door alle mensen, zegt Jezus. Je ziet het gebeuren. Mag jij dicht bij de Heer en bij Israël blijven. En wat staat er dan in Zacharias? Daarmee wil ik sluiten. Zij die overgebleven waren van de naties. Toen ik dat las, zij die overgebleven werden. Na de dag van toorn over de naties komt iets amazing. Iets wonderbaars. Zij die overgebleven waren. De enkele Hollanders, de Duitsers, de Amerikanen, de Chinezen, de Afrikanen. Zij die overgebleven werden. Waren. Zullen ieder jaar opkomen. Naar Jeruzalem. Om het Loofhuttenfeest te vieren. En de Heer te verheerlijken. Jij hebt nu de keuze. Wil je bij de weinigen horen? Die volharden tot het einde en die Heer zeggen, Heer, vergeef me. Dat ik een keer, dat ik gezondigd heb. Dat ik donker ben geweest. Dat ik een verkeerde verhouding heb gehad. Met iemand buiten mijn huwelijk om. Dat ik zo egoïstisch ben. Dat ik mensen waar ik pijn van heb ontvangen, niet wil vergeven. En je gaat zeggen, Heer, ik wil rein worden.